Gemach goeiemiddag, goedenavond. we gaan verder met Bafli Buragot 6b. We gaan gewoon door waar we gebleven waren. ik weet dat ik met die woorden de Talmud tot een onderdeel maak van de woorden van Christus. Maar dat doen we ook op grond van het gezag van het Nieuwe Testament, van Matthäus, die zegt dat we naar de rabbijnen moeten luisteren. En dat gaan we dus ook doen. We gaan proberen te leren van de rabbijnen. We gaan naar het begin van 6b, oh, dit is 6a, we bladeren even terug tot we komen bij het begin. Wat was de context ook alweer? Het ging om de tefilin die God droeg. En in die tefilin waren versen geschreven die eer gaven aan Israël. Zoals in de tefilin die uh, Joden dragen, eer wordt gegeven aan de God van Israël. Het ging over het verschil tussen de Tevilin van het hoofd, met zijn vier afdelingen, vier versen daarin. En de tefilien van de arm, één afdeling. Waarom vier afdelingen en de tefilien van het hoofd? Omdat het hoofd de plaats is van de bina, voor het onderscheidingsvermogen. Zaken worden in delen onderverdeeld, vandaar vier afdelingen. Maar de tefilien van de arm is de plaats van de gevoora en de gevoora is de kracht de macht van de arm en de macht van de arm dat impliceert dat er een eenheid is, geen verdeeldheid, maar een eenheid. Een, een eenheid. Al deze versen samen die zijn geschreven op één eh, document in de teverdien van de arm die maar één afdeling heet. De Groninger TV beedraai dat wil dus zeggen, al deze zijn geschreven op de rechterarmen, dat wil dus zeggen, op één stuk papier. Amaravim ravim bar rav Ada, marabi Yitzchak, kolle ragilla volle betakneset, velo ba yomechat, hakados berucho mashil mashelbo. Dat wil dus zeggen, ravim de zoon van rav Ada, zij in de naam van Rabi Yitzchak. Iedereen die gewend is, Ragil, Lavo, om te komen, Levetakneset, in het gebedshuis, het samenkomsthuis. We lopen en gaat er op één dag niet verschijnt, niet komt. Dat valt natuurlijk op, als je er altijd bent en je bent er dan een keer niet, dan valt het op dat je er niet bent. Akadosh mash Masheelbo, dan zoekt de Heilige gezegend, zei Hij. Dan zoekt. De heilige hem. Om te kijken wat hij dan aan het doen is. Waar is hij gebleven? Zeg maar, zeg maar. Dus wie onder jullie die de Heere vreest, namelijk de Heere die de stem van zijn knecht hoort. En die dus gewend is aan de stem van die ene knecht. Die gewend is om in de synagoge te bidden. Asher Allah die vermist raakte, letterlijk die duister gaat, in het duister gaat. De Enogalo, en er is voor hem geen licht. Het is dus letterlijk, er is geen duisternis, er is geen licht voor hem. Er is geen verlichte weg voor hem, het is niet duidelijk waar hij is. Hij is vermist in actie. Hoe um, gaat het verder? Iemliet uh, waar als hij vanwege een Mitsva weg is, in die duisternis gegaan is Nogalo, dan is er licht voor hem. De iemliet en als hij gegaan is voor een zaak die geen zonde is per se, maar die gewoon in zijn eigen belang is. Hij is naar de markt gegaan om iets te kopen of iets te verhandelen. Eén nogalo, dan is er geen licht voor hem. Geen verlichting voor hem van het verlies aan verdiensten wat hij leidt, omdat hij niet in de synagogen is op tijd. Hij is dus een optional matter, some mundane purpose. Hij heeft iets voor zichzelf gedaan. Hashem Hij moet Vertrouwen hebben in de naam van de Heer. Maitama, wat is dat de reden van? Mishum, de Havale, liftoach beshem, hashem, wala batach. Waarom gaat dit zo? Waarom één nogalo, waarom is er geen licht voor hem, als hij bezig is met zaken voor zijn eigen belang? Lied var Vanwege Mishum, de Havale, liftoach omdat hij had moeten vertrouwen in de naam van de Heeren en hij heeft niet vertrouwd. Wala batach. Namelijk het vertrouwen had hij moeten hebben dat hij geen verlies zou leiden. als hij zijn eigen zaken had uitgesteld tot na het gebed in de synagoge. Het gebed in de synagoge is dus een hele belangrijke zaak. Rabbi Avram Zayak die merkt hierbij op. dat het gebed, de tefilati, mijn gebed, eigenlijk de ikar, de hoofdzaak van de dag is. En dat alles wat ik moet doen om uh, in mijn. Uh, Levensonderhoud te voorzien, alle mundane, alle wereldlijke zaken op de tweede plaats komen. Voor die wereldlijke zaken moet ik juist God vertrouwen. En als ik uh, inderdaad de ikar, de hoofdzaak tot de hoofdzaak in mijn leven maak, dan zal God ook voor mij zorgen. In diezelfde lijn, Rabbi, uh, Amar Rabi Yohanan, Rabbi Yohanan Rabbi Yochanan zei, Besha, zei Kodesh Baruch Hu, ba, dus Rabbi Yoganand zei, op het uur dat de heilige gezegend is, hij de synagoge binnenkomt, de shurginah komt de synagoge binnen, de shurginah, de aanwezigheid van God is aanwezig. Zeggen wij op grond van Matthäus 16, waar twee of drie in de naam van de Messias aanwezig zijn, vergelijkbare gedachten. Walomat atzabah asara, en vindt daar geen tien mannen, de tien die nodig zijn om een volledige dienst te houden, Miyat hu Onmiddellijk is hij boos. Ontstekt hij een toren. Maar. Ja, maar doe haar bati weenish. Karati weenone. Waarom ben ik gekomen en er is niemand. Karati. Ik heb uitgeroepen weenone. En niemand antwoord. Het is niet onbelangrijk om op te merken. Dat wanneer wij niet naar de kerk gaan. Niet aanwezig zijn in onze gemeente. Dat. Deze spreuk, dus deze tekst daarop van toepassing is. Waarom ben ik gegaan dan? Waarom is Gods presentie dan verbonden aan die samenkomst in de gemeente? Als iemand dus lichtvaardig, dus parachute vanwege zijn wereldlijke zaken, daar simpelweg afwezig is. Wanneer je bijvoorbeeld afwezig bent omdat je alvast voorbereidingen wilt treffen voor een verjaardagsfeest dat een paar uur later zal beginnen. Dat had je dan maar op zaterdag moeten doen. Zoals voor Joden zal gelden dat je maar ervoor moet zorgen dat je op vrijdag klaar bent met de voorbereidingen van de Shabbat. Karati we enone. God trekt zich dat blijkbaar aan. Ik heb uitgeroepen, dus niemand die antwoordt. Amar rabi gelbo amar afguna. Kolakovea ma makom lit filato eloheavra hambe ezro. Oftewel, Rabbi gelbo zei dat rabbi Guna zei, ieder die vastmaakt, die uitdrukking kennen we al, keva, vastgesteld, kolakovea makom litfilato, ieder die een vaste plaats maakt voor zijn gebed, Eloheavram bezro, de God van Abraham is zijn hulp. Dus het gaat niet alleen maar over voortdurend aanwezig zijn in de plaats van het gebed, dat is in de gemeente op tijd, maar het gaat ook om de Plaats die je in je eigen huis eh, inricht. Niet de vaste plaats in de kerk of in de synagoge, maar de vaste plaats in je eigen huis. En daar mag je eventueel tegen mensen zeggen dat ze even opzij moeten, omdat je die plek nodig hebt. Dat mag je natuurlijk niet in de synagoge of in de gemeente doen. Zeggen van, wilt u alstublieft ergens anders gaan zitten, want ik ben gewend om hier te zitten. Dus een vaste plaats. Vaste plaats wil ook zeggen dat je dat niet doet. Tegenover het bed, dat hebben we al eerder gezien. En dat je dat in beginsel doet in de richting van Jeruzalem, in de richting van het zuiden. Is dat iets wat wij zouden moeten overnemen als christenen? Maar wij hebben die vaste gebeden niet en die vaste gebedstijden niet. Dus zodra we dat krijgen, als we dat wel gaan invoeren, dan lijkt het me wel van belang om ook het helemaal goed te doen. Dus als we een vaststaand gebed hebben, elke ochtend, middag en avond, eventueel nog een gebed Almitati. Op mijn bed, eh, vlak voor we gaan slapen, of we dat vaste gebeden, vaste gebeden daarvan maken, dan is het ook goed om een vaste plaats ervoor te hebben. ze meet om Rimlo, en als hij gestorven is, zeggen ze van hem: Ei Anav, Ei Gassit, wee de nederige, wee de vrome. We zijn jammer dat we hem kwijt zijn, want hij had een vaste plaats voor zijn gebed. En als hij een vaste plaats van zijn gebed had, net zoals Abraham, dan zal hij ook de andere eigenschappen van Abraham hebben. Mitalwidao, Vishal Abraham, avinu, hij is van de leerlingen van Abraham, onze vader. Hij heeft van hem geleerd. Wij leren van Abraham alleen maar wat Romeinen 4 ons daarover vertelt, namelijk dat het Abraham God geloofde werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar we vergeten wel eens dat van Abraham ook wordt gezegd dat hij alle voorschriften en instellingen en geboden en verboden van de Torah al gehouden heeft. Dus willen wij waarachtig ook kinderen van Abraham zijn, dan is het ook niet genoeg om hem alleen maar na te volgen. in de uitspraak dat Abraham vertrouwen stelde op God en dat dat hem tot gerechtigheid gerekend werd. Dan, Wawram Avinu, de Kwamakom. En hoe weten we dat eigenlijk, hè? Abraham, onze vader. Van waar weten wij, waar wordt onderwezen dat hij die vaste plaats gemaakt had? Die Kwamakom. Die Ktief, Wajashkem Avraham, Baboker, Elamakom, asheramatsjam, En Abraham stond vroeg op, Wajashkem Avraham, in de ochtend, baboker, Elamakom, naar de plaats asheramatsjam, waar hij gestaan had. Dat staan is nu het sleutelwoord. Amad. We een Amida. Er is geen Amida. Ella te fila. He, dus het 18-gebed en Esre is te fila bij uitstek. Maar dat wordt ook Amida genoemd. Omdat we geacht worden dat staande te bidden. Ze neem maar. We jaamot. Pingas. Wai. Faleel. Dat Amida dus altijd te fila betekent. Leiden we af uit een tekst uit Psalm 106. En Pingas stond op en hij bad. Dus dat Staan en bidden bij elkaar horen. Dan Amar Rabi Gelbo, nog een uitspraak van Rabi Gelbo, Amar Af Huna. En Rav Huna heeft gezegd, Rabi Gelbo geeft deze traditie door, Ayot Semi Betekneset Al-Yafsya Hij die de synagoge verlaat, moet niet grote passen nemen. Psyagasa, wijde passen, grote passen. Passen nemen. Dus hij moet niet hollen. Hij moet niet weghollen van de gemeente in haast om naar iets anders toe te gaan, wat hij doen moet. Amara en Rabbi Abaye heeft gezegd: Lan Amaran El alemi Pak. Maar dat hebben we alleen maar gezegd. Dat zeggen we niet. Behalve voor het, verlaat, voor het verlaten van de synagoge. Dan moet je dat niet doen. Afwal Maar het gaan naar de synagoge, mitzwa le mirhat het is een mitzwe om je dan te haasten, ze nemen maar niertva ledate tashep, wij zullen zo snel mogelijk gaan om de Heeren te kennen, te leren kennen of te kennen of te beleiden of wat dan ook, we zullen er naar streven, radav niertva de vorm. In de cohortatief om de naam van de Heer te leren kennen, Hosea 6, vers 3. Dus, als je naar de synagoge toe holt, of naar de kerk toe dan is dat omdat je zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk, bij God wil zijn. Amarabizera ki kihaba zena le rabanan, de ka rahati le firka beshavta. Dus, wat heeft hij vroeger gezien? En gedacht dat eh, hij zag dan eh, de eh, wijze hollen naar de eh, drosha, de lezing, eh, de firka beshafta, eh, naar de lezing die gehouden is geworden in de synagoge, op de Sabbat, abena en ik dacht bij mezelf, kam Galayin rabbanan shavta en zo is het toch dat deze rabbijnen de Sabbat onteren, mechalajin mechalajin, ze maken hem gilul de shimanah la hada rabbi tanghum amar rabbi yoshua ben levi leolam yarut saddam Wara halacha la filu besabbat waarom he, dacht hij dat ze he, Om omdat hij meende he, dat ze dus de Shabbat uh, hadden onteerd, maar, dat denkt hij nou niet meer, uh, totdat ik hoorde, kewan di shema'ana Laha, naar datgene wat Rabbi Tangoem gezegd had, in de naam van Rabbi Joshua ben Levi, altijd lolam yarutsadam liet varalah gaan, altijd moet een mens hollen, uh, uh, naar een Woord over de halaga. Wafiluba Shabbat, zelfs op de Shabbat. Dus terwijl je normaal gesproken de Shabbat onteert door te hollen, met als mogelijke uitzondering dat je hem dus niet onteert als je daartoe zou gaan, maar de gedachtegang is dat je dan ook de Shabbat onteert, want je moet niet hollen, je moet geen haast hebben, dan is er een uitzondering, en die uitzondering is eh, dat je naar eh, de toespraak van de rabbi toe holt. De, die uh, hij geven zal in de synagoge je kunt op twee manieren lezen achter de heren zullen zij gaan want die here is als een brullende leeuw met andere woorden als een leeuw brult dan wil je wel hollen maar je kunt ook zeggen uh, je zult gaan achter de heren zelf als een brullende leeuw met andere woorden je zult de volle Kracht snelheid van een brullende leeuw ontplooien. om zo snel mogelijk bij. Eh, die Pirka de halaga te komen. die lezing over. Um, uh, de halaga dus de, de Torah. Begomer, enzovoorts. ana name rahet na. Dus. Uh, ik zal ook uh, hollen. Ook ik, op gelijke wijze, zal ik hollen. naar een kwestie van Hallega dus. Amarabhizera, agra de firka, rihata. Dat zijn een aantal uitspraken over wat verdiensten geeft, en daar zitten een paar hele mooie bij. Rabhizera zei: De verdiensten van een lezing, die firka weer, is de rihata. Die krijg je dus niet voor het aanhoren van die lezing, die verdiensten. Of misschien krijg je die ook wel, maar dit is een bijkomende verdienste, Je krijgt ook wat extra's als beloning, agra. En dat is de rihata, dat is dus juist voor de haast waarmee je naar die lezing bent toegekomen. Rashi tekent aan, wat hier door Davidson wordt vertaald, de meeste mensen die een lezing aanhoren, waarin dus hoger talmoedonderwijs wordt gegeven, zullen het niet helemaal begrijpen. Maar de beloning die ze toch krijgen om erbij te zijn, die is vanwege hun kavana, hun, hun uh, intentie om de Torah te horen, uh, en dat is duidelijk aan hun haast om ook uh, op tijd aan te komen. We bedenken aan een uh, verhaal uh, over Spurgeon, die in de 19e eeuw preekte, en uh, een oude vrouw trof die tegen hem zei dat ze helemaal niets van zijn preken begreep. En dat Spurgeon haar meenam naar de keuken. En toen een flagiet aan haar overhandigde en zei: Wil je dat vullen met water? Daar nou, zei ze: Dat gaat niet. Ja, maar doen het toch maar. En toen hield ze. Dat vergiet onder de kraan. En toen zei ze: Ja, zie je wel, mijn hoofd is ook als een vergiet, het water loopt er zo doorheen. Ja, zei Spurgeon: Dat kan wel zo zijn, maar het vergiet is nu wel mooi schoon. Met andere woorden, er is um, een werking van het aanhoren van uh, een schriftlezing en een schriftuitleg. Um, en het gaat er niet altijd om dat je precies onthoudt en kunt weergeven wat. In de preek aan je is doorgegeven, maar in ieder geval word je daar schoon van. En hier een beetje een analogie daarvan. Waar zit nou de extra beloning of de beloning? Dat is dat je je haast om erbij te zijn, dus dat je ernaar verlangt om erbij te zijn. Ook al zou je er eventueel helemaal niets van begrijpen. Amarabaye, agra de gala, douchka. Amarabaye zegt: wat is nou de beloning van die grotere samenkomst in die Babylonische synagoge? waarin samen gestudeerd wordt, dat heet de gala, daar zit kol in met z'n allen, dus alle leden van die uh, plaatselijke uh, beta midrash, van, die plaatselijke, van dat plaatselijke studiehuis, komen bij elkaar om een gevorderde lezing over de Talmud aan te horen naar nou, Doegka, die... Uh, Beloning krijg je dus vanwege het feit dat je dan met zoveel mensen in één kleine ruimte zit, dat dat ongemak geeft. We hebben eerder gelezen dat die doegka komt omdat we dan ook nog een keer die demonen bij ons dragen. Hè? En die uh, demonen die uh, we niet kunnen zien en die ook alleen maar werkzaam worden als we ze gaan opsporen. Hè? Dus als we aandacht gaan besteden aan de kwade krachten om ons heen, dan worden ze werkzaam. Uh, die zouden die doegka nog groter maken. Dus de gedachtegang daar was. Dat je geen doegka zult ervaren als je die demonen niet zou hebben. Vanwege de grote menigte is het studeren moeilijk. Dus de primaire beloning wordt gegeven voor de poging om het te horen en te begrijpen. wat er in de lezing gezegd wordt. Nog weer een beloning, een agra. Amaraba, rabba, zei. Agra de shimata, se fara. Het, de beloning voor het aanhoren, dat is van de tradities, dat is de logische analyse, de sevara, de redenen erachter. En dus waarom herhalen wij en luisteren we naar de tradities van de rabbijnen? Dat is om hun logica te ontdekken, niet alleen maar om aan te horen en toe te passen. Het gaat om de achtergronden, de redenaties erachter. Dus ook bij alles wat we in het Nieuwe Testament vinden, je kunt zeggen, we doen toch al wat daar staat, maar het is van belang om toch de teksten te lezen, om te begrijpen waarom het gezegd wordt en waarom het van belang is. Omgekeerd, bij de exegese, ook van het Nieuwe Testament, is het van groot belang om steeds de vraag te stellen, waarom, waarom zegt de Heer dit tegen ons zo? Amarapapa, agra deve tamya, shetikuta, shetikuta. Uh, Rav Papa zei, wat is de beloning voor het bijwonen van een uh, begrafenis, of beter gezegd, voor het bezoeken van een rouwende, dat is Shetikuta. Um, uh, Rabbi uh, Avram Sayak die, uh, uh, die zegt, het gaat dus echt om de stilte, dat zegt Davidson dus ook. Um, de Sonsino zegt hier, het gaat juist om het tegendeel van uh, Shetikuta, het gaat om het luid horen. Het luid maken van uh, het wenen, van uh, de stemmen van uh, de avelim he, van de rouwenden. Um, hier dus om de stilte, want uiteindelijk is het gewoon erbij zijn belangrijker dan de woorden die je spreekt. He. Je moet iemand ook niet op zijn, uh, niet bij het sterfbed van uh, zijn uh, beminde, van zijn familieleden proberen te troosten. Dat is een andere uitspraak in de Talmud. Ik is zo gauw niet waar, maar dat kan ik me zo herinneren. Wat is dus de verdienste of de beloning? Hier wordt niet zo goed gebruikt, maar agra, echte beloning. Er is iets wat je daardoor krijgt, en dat is in dit geval dat de rouwenden echt worden getroost, simpelweg doordat je erbij bent en niks zegt. Dat je in ieder geval wacht, zegt meen ik Maharsha, dat je in ieder geval wacht totdat jij wordt aangesproken, om dan te kijken of je troostwoorden kunt spreken. Amar sutra agra, de ta'anita, tzatketa. Maar sutra die zei, de beloning van het vasten, dat is de tsadoka, de tzatketa, dat, dat is het geld wat je bij elkaar legt voor de werken van barmhartigheid, dus voor de liefdadigheid die aan de armen moet worden gegeven, op een vaste dag. Dus dat is de beloning. Die zit ingebouwd in datgene wat al een mitswee is van het vaste. Dat is de beloning van het vaste. Er is geen andere beloning van het vaste dan datgene wat je dus voor de armen doet. Amaravseshet, Agra, de Hespeda. Wat is nou de beloning van de Hespeda? Het betrokken zijn bij of het geven van een lijkreden, van een uh, toespraak. Nou ja, dat is. Uh, Dalloyé, Dalloyé. Uh, dat is dat de toehoorders gaan huilen. Letterlijk hun uh, uh, stemmen zullen verheffen. Hè, maar dat er dus door jouw lijkreden... een waarachtige rouw wordt opgeroepen. Uh, mensen komen binnen bij een, uh, een begrafenis... en uh, zijn met allerlei zaken bezig... die gewoon van praktische aard zijn. Maar eigenlijk zou dus de toespraak in ons geval van de predikant bij een begrafenis, moeten leiden tot een scherpere gevoel van verlies. Als we dus spreken over de verdiensten van de overledenen, is dat niet om zo iemand te prijzen, iedereen een goed gevoel te geven, maar juist te laten voelen dat de waarachter van een gemissprake is. In de tweede plaats om te laten merken wat de Heere God door iemand geschonken heeft, waar hij misschien tijdens zijn leven helemaal niet... Bij hebt stilgestaan in de derde plaats. om God te eren, die de Heer is van leven en dood. Amarav Ashe, agra de ve Hilulei, milei. Wat is nu de beloning voor het bijwonen van een Hilulim, van een um, uh, trouwerij? Nou, dat zijn de woorden milei. Dat is dus niet dat je samen danst, dat is niet dat je nog lekkere cake eet, of van de, 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 de bruidstaart eet. De woorden die je zelf kunt spreken tegen de bruid en de bruidegom: van de lofprijzing voor hoe ze eruit zien, van een dankwoord voor wat ze voor elkaar betekenen en wat ze voor de anderen betekend hebben. Dat is de beloning van het bijwonen. Er zit verder helemaal niets achter. Al deze beloningen liggen dus in zekere zin opgesloten in de daad zelf waarmee we die beloning verdienen. Een heel ander onderwerp, we gaan terug naar het bidden in de synagoge, Amal Ravhuna, Kolamit Achorei Achore Betakneset, Nikra Rasha. Ravhuna zei, in ieder die bid, Kolamit Achorei Achore Betakneset, twee manieren, tegen de achterwand van de Betakneset, dus met zijn rug naar de gemeente, of, zoals Rashi het uitlegt, buiten de Betakneset, um, in verband ook met die uitdrukking Safiv Rushaim gaan we straks nog even naar kijken. Dus, Hamid Pael achter Achore, de synagoge, Nikra Rasha, die wordt een kwaadaardige, een, een, een boosdoener genoemd. De uh, boosdoeners die uh, wandelen rondom in alle richtingen, terwijl de, uh, het gebed moet worden uitgesproken in de richting van Jeruzalem. Of in Babylonië in de richting van het westen. Of in Noord-Afrika in de richting van het oosten. Altijd in de richting van uh, Jeruzalem. Zo is de synagoge ook altijd opgebouwd. Je moet hier in Nederland dus altijd naar het zuiden gericht zijn. Je komt aan de achterkant binnen. Zodat er geen schaamte kan zijn over het feit dat je te laat binnenkomt. Je komt aan de achterkant binnen. En dan richt je je naar voren. En daar staat daar Toraarollen in bewaard worden. Daar is ook de bima waar de voorlezer staat. Daarop is iedereen dan gericht als je dan achter aan de synagoge gaat staan. Dus niet bij het gemeenschappelijk gebed, maar ook bij het persoonlijke gebed, wat je in de synagoge kunt doen, moet je niet je rug toekeren naar de zeboeren, naar de gemeenschap die daar staat. Want dat uh, leidt tot wel uh, bepaalde problemen. Um, dat is in strijd in ieder geval met die Avat Yisrael. Iemand die um, uh, dus achter de synagoge bidt. Dat is achteraan de synagoge, zo wordt het hier uitgelegd. Um, omdat de hele Tsiboer uh, in één richting kijkt om te bidden. Hij kijkt de tegenovergestelde richting op. En dat wil zeggen dat hij daarmee de synagoge en zijn. Gemeenschap met minachting behandeld. Hij keert zijn rug toe uh, naar uh, de gemeente. Maar er is nog een andere mogelijkheid, en dat is dat hij, door naar de verkeerde kant te kijken, dus als je in Babylon naar het westen moet kijken, je gaat achteraan de synagoge die zijn ingang in het oosten heeft staan, en je bidt daar met je rug naar de gemeenschap, dan kijk je dus naar het oosten. Maar naar het oosten is nou juist in Babylonië niet de plaats waar de heren Vandaan komt, want die komt toch uit Jeruzalem. Dus, uh, de uitdrukking die dan hier gebruikt wordt als ondersteuning, wordt dan door Davidson nog een beetje verder uitgelegd. Alleen de Rashaim die uh, lopen rondom de synagoge om te gaan bidden. Dat is een andere gedachte. Dat is de gedachte dat je buiten de synagoge aan het bidden bent, in welke richting je maar aardig vindt. Amarabaye, la maran, Ella de lame hadar ap levekeni Dat is alleen maar in het geval dat wanneer iemand zijn gezicht niet gericht had op de synagoge. Dus als je buiten de synagoge aan binnen bent in allerlei richtingen is het verkeerd. Maar zegt de rabbi, zegt de uh, abaye, dat is alleen maar het geval als je niet uh, in de richting van de synagoge kijkt, want daarmee eer je feitelijk de de synagoge. Zou dat kunnen inhouden dat wij ons moeten richten op de plaats waar onze kerk staat? Dat vraag ik me dan af. En onze kerken zijn ook niet gericht op Jeruzalem. We hebben die oriëntatie, geografische oriëntatie, niet in de richting van een centraal punt. Ik vraag me af of bij Rooms-Katholieken er een oriëntatie op Rome zou kunnen zijn, maar dat weet ik gewoon niet. Aval. Ma'adar apele vekenishtha, maar als hij zich richt met zijn aangezicht in de richting van de bethakneset, leed uh, lamba, dan hebben we daar geen, uh, dan hebben we daar niets voor. Met andere woorden, daar hebben we geen verbod op. Dan komt er een ma'se, er is iets gebeurd, ha'huga de khamet salea gore bethaknishtha, we lamen ha'adar apele vekenista. Dus dit is de situatie. Er is een man, en die stond te bidden achter de synagoge, of achteraan de synagoge, dat blijft toch een beetje onduidelijk. Lama hadarapé en hij heeft niet zijn aangezicht gericht, le vekenista, in de richting van de synagoge. Galaf Eliahu toen kwam Eliahu langs, Gazena en hij zag hem, de Itmile ketaya. Taja'a, beter gezegd. Taja en hij verscheen aan hem als een Arabier. Taja'a. Wat is hier aan de hand? Kan Elia, kan Elia kan dan verschijnen als een arbier? Ja, dat kan hij. Als hij normaal gesproken verschijnt, dan komt hij beaanvat Israël. Met liefde voor Israël. Dat zagen we bij die ruïne-kwestie van een aantal pagina's geleden. Maar als hij komt, Bikfora, dus om straf te geven, met macht verschijnt. Dan verschijnt hij als een Arabier. Er een interessante gedachte achter dat die Arabier die hier optreedt, die eigenlijk naar het zo schijnt eh, handelt als een terrorist, dat hij hier gezien wordt als iemand die eh, de verschijning is van de profeet Eliyahu. Nou, dus zoek dat maar uit hoe dat kan. Amarle, en hij zei tegen hem: Keduw var kayamt kame marach. Letterlijk, hoe sta jij nu voor jouw meester? Of is dit dan zoals je voor je meester staat? Want het woordje war is hier interessant. bedoel war zou kunnen zeggen: Dit is hoe. Dit is hoe je staat voor je meester. Maar het kan ook betekenen: Sta jij nu met uh, tweeën? War is ook twee. Sta je nu als tweeën voor je meester? En het idee is dus. Dat hij in de synagoge geacht wordt mee te bidden met de synagoge. En als Joden natuurlijk sowieso de God van Israël erkent. Maar door een andere positie te kiezen, lijkt het net alsof hij een andere uh, uh, meester heeft. Dus in plaats van voor de troon van God genade te staan, staat hij met zijn rug er naartoe alsof hij nog een andere godheid aanbidt. Vandaar, kaduwar, uh, zo sta je. Getweeën, zo sta je met twee aangezichten voor jouw meester. Of, eh, hoe sta je dan hier voor je meester? Shalaf saffe, eh, eh, safsera, shalaf safsera, de katlee. Eh, en wat doet Hoe eh, Die trekt een zwaard. Dat doet die Arabier, maar dat is Ewiahu in vermomming. De katlee, en hij doodt hem. Amarle, Ahu Merabadan, een van de wijzen, <coughs> en zet tot hem deze wijze, Le Raf Bibi Bar Abaye. Uh, sommigen zeggen dat hij het zei tegen Raf Bibi Bar Abaye. amarila Raf Bibi, Le Raf Nachman Bar Yitzchak. En anderen zeiden het is Raf Bivi tegen Raf Nachman Bar Yitzchak. Dus deze traditie is heel onduidelijk. Maar dit is de simpele vraag. Mai Kurum Zulut lief Dam. Wat betekent het? De Kurum Zulut aan de kinderen van de mensen. Letterlijk zou er toch zoiets moeten staan als hè, dat de uh, slechte natuur, de verdorvenheid. Uh, verheven wordt, verheerlijkt wordt onder de mensen. Verdorvenheid wordt verheerlijkt. Het is alsof je Paulus wordt in Romeinen 1. Uh, dit is wat mensen doen. Zodat ze niet alleen maar het uh, kwade doen, maar ook behagen scheppen in hen die ze doen. Dat is de situatie van de mens. Is dat wat hier bedoeld wordt? Korum, zolut, lief, Adam. Amarle, elude, varim, shom, dim, berum, dan en bij hen. en hij zei tegen hem: dit zijn de dingen die in aanzien staan in de wereld, en de mensen die verderven het, behandelen het met minachting. Eh, Mezalzelin bij hen. dus ze <coughs> gaan er mee om met minachting. Dat is waarom het zou moeten gaan in die uitdrukking kroon. Uh, Keroem Zulut. Dat zijn dus de dingen die in aanzien staan in de wereld, maar die de mens verderven. Het zijn dus op zich wel goede dingen. Um, dat lijkt net de boel om te draaien, want je zou denken dat er hier eigenlijk staat, die exalted things are being reviled. De verheven dingen worden juist naar beneden gehaald. Dat is de uitdrukking hier, mezelf salien bij hen. Ze worden naar beneden gehaald. Maar er staat dus eigenlijk dat de uh, de, de zaken die zelf van een lage natuur zijn, die verdorven zijn, dat die worden geprezen. Um, hoe gaan we verder? Rabbi Jochenam en Rabbi Elazar, die heel vaak samen ziet, het waren tijdgenoten. De Amri Terwaihu die zeggen allebei: Terwaihu Kevan Shanit Steref le Lavriot, Panav. Mishtanot Ki Groem, dat zou de verklaring zijn voor de groen. He, wanneer een mens andere schepselen, dus andere mensen nodig heeft, dan uh, verandert zijn gezicht en wordt als groen. Maar ja, wat is dan groen? Um, dan is dat exalted, dat solut, is alleen maar dat het gaat schijnen, dat het zichtbaar gaat worden. En niet dat het geprezen wordt of verheven wordt. En eh, het gezicht wordt dus kroem, dus dan zou kroem zoiets betekenen als eh, eh, embarrassment, eh, schaamte. schaamte. Eh, dus als iemand, eh, als je niets daar heeft, als een mens andere mensen nodig heeft en dus niet zelfstandig zijn zaken kan regelen, eh, dan eh, gaat zijn gezicht veranderen, panaf not eh, als een geroem. En dan wordt het schaamte. En dan zou dit dus betekenen: en de schaamte gaat schijnen bij de mensenkinderen. Niet wordt exalted, niet wordt verheven en geprezen, maar wordt zichtbaar. Mai keroem, maar wat is dan keroem? Waar Rabbi Yochanan en Rabbi Elazar het over hebben. Kietar Ravdini, toen Ravdini kwam, het is een Rav, niet een Raban dus dit is een Palestijnse leraar, Amar, of hij gaat jees bij Er is een vogel op een van de eilanden, of een van de steden bij de zee, een groemshamo, en zijn naam is Kroem. De gewanshe gemazorag gaat, miet hapegele gama gwoin gwonim. En wanneer de zon opkomt, wanneer de zon gaat schijnen, uh, Mithape verandert, lichaam verandert hij in vele gwanim vele kleuren, dus er is een vogel die allerlei uh, kleuren gaat krijgen, uh, afhankelijk dus van uh, hoe de zon staat en zo is het dus ook als iemand afhankelijk wordt van anderen dan zal hij van de schaamte gaan blozen. Rabbi Amewe, Rabbi Asi, de Amri, Tarwaihu, en Rabbi Ame en Rabbi Asi, die zeggen ook met z'n tweeën, um, hoe komt het nou, he, Kerum Zulut, wat gebeurt er dan, Ki Iluni Don het is alsof ze gestraft worden met twee straffen, Esh umaim, vuur en water, dat zijn de twee straffen die er zijn, het vuur van het laatste oordeel en het water van de zonvloed, zijn hier Kafta en Osle Roshenu Banu Baeshu Wamayim. Uh, u hebt ervoor gezorgd uh, dat een mens over onze he hoofden heen, Ragaf, uh, uh, rijdt. Dat is wat een karos doet, wat een uh, wagen doet die door paarden wordt voorgetrokken. Uh, uh, dus hier Kafta de Hifil, u hebt... Uh, doen rijden een mens over onze hoofden. Bano uh, be'ezhuwe Wij zijn gegaan door vuur en water. Dus die enosh die over ons heen gekomen is. Dat zijn, uh, laten we zeggen Assyriërs wellicht of Babyloniërs. Komt het op psalmen. Ik denk dat dat de Babyloniërs moeten zijn. En uh, we hebben dus oordeel ondergaan. En we zijn dus door vuur en water heen gegaan. De vuur en water zijn dan... De dinim en onze schaamte ligt dus daarin dat we die straffen hebben ondergaan. Dat geldt dus voor iemand die afhankelijk wordt van de anderen. Het is alsof hij die twee verschillende straffen vuur en water ondergaat. En dat het dus die twee straffen zijn van vuur en water blijkt uit de psalmen. Amarabie Gelbo, Amarav Huna, Deolam Jeherdam, Zahir Bidfilat Hamimgaan. Dus Rabbi Gelbo zei dat Rabbi Guna, Huna zei. Altijd Jehe Adam moet een man zijn. Wat Zahir, stralend. Je kunt zeggen oppassend of voorzichtig. Maar er zit iets van zohar in. Het woordje Zahir, dus stralend, biedt Hamidcha. Dus daar moet hij zich helemaal op toeleggen. Op het middaggebed, gebed het middaggebed. Daar moet hij zich helemaal op toeleggen. Waarom? Omdat het min het lastigste te doen is. In de ochtend voordat je je dag begint. is shagrit redelijk eenvoudig te doen. Hoewel shagrit behoorlijk lang is, moet ik zeggen. Maar arrive is wel te doen aan het einde van je werkdag. En uh, te fila mitato. Dus het, uh, gebed op het, uh, op het, het gebed op het bed. voordat je gaat slapen is ook eenvoudig te doen. maar midden op de dag. Als een onderbreking van je bezigheden is het het moeilijkste, vandaar hey Adam Zahir bit filatamin Dus juist dat mincha gebed moet hij met zorg gaan doen. Shahare eliyahu lo na elbat filatamin ga, bit filatamin Omdat si, eliyahu... werd niet beantwoord in zijn gebed, ...lo na, ne val van Ana en abit filatamincha, behalve in zijn mincha gebed. Dus uh, Elia heeft dat bijzondere gebed geuit dat er vuur uit de hemel zou komen. om het offer te verteren. ondanks het feit dat het helemaal met water overgoten was. maar dat bad hij als een minga gebed Je maar, je mincha, En dat gebeurde bij het opgaan van uh, het minga gebed dus toen de zon bijna op zijn hoogte stond. Hè, dat. Uh, Eliahu naderde de profeet, de profeet Eliahu Wajigash naderde Wajomar en hij sprak uh, en wat zei hij uiteindelijk Aneni Hashem Aneni, twee keer komt dan het woord Aneni voor antwoord mij dit is het hele gebed uh, het was het At the time of the afternoon offering, that Elijah the prophet came near and he said, Lord God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known on this day that you are God in Israel and that I am your servant and that I have done all these things at your word. En dan de woorden Aneni, Aneni, answer me, O oh Lord, answer me, that this people will know that you, Lord, are God. Because Elijah was answered in the afternoon prayer, it has particular significance. Het gebed van Elia is een mincha-gebed. Dus het mincha-gebed moet een bijzondere. Krachten en waarde hebben. Aneni, dat eerste gebed, de eerste Aneni, verhoor mij, is op dat er vuur uit de hemelen zou komen, Setereet, esmin Hashemai. We Aneni, het tweede Aneni, Shaloyomro Maaser, Keshafim, dat de mensen niet zouden zeggen dat dit een daad van magie was, van Keshaf. Uh, uh. Want dat zou zijn doel natuurlijk gemist hebben. Het ging erom dat daarmee de God van Israël zou worden verheerlijkt. Rabbi Jochannan namar afbied filat En Rabbi Jochenan die zei, ja maar ook moet je zorgzaam zahir zijn, schijnen in je avondgebed. Bied filat aravid, sinna maar, tikont filatik toret le van nega mas ad kapai minchat aref hier de vertaling, Rabbi Jochenan zei men moet waakzaam zijn met betrekking tot het avondgebed, ook tot het avondgebed, want er staat geschreven let my prayer come forth as incense before you, ketorret maar ketorret is uh, onderdeel van het minga gebed, dan wordt er in het minga offer wordt ook wierook gebrand, the lifting of my hands is the evening offer ehm um, dat leidt tot een aantal opmerkingen. In de eerste plaats, ons gebed moet dus als ketorret zijn, als welriekende rook omhoog gaan. Dat is één. Het tweede is, het gebed moet dus net zo zijn als het mintga-gebed. Nou, het mintga-gebed is uh, al gezegd, dat moet, uh, zou hier worden uitgevoerd. Maar dan staat er vervolgens het opheffen van de handen als het avondoffer. Dus er wordt een vergelijking gemaakt tussen het branden bij het mintga-offer, dat wil zeggen het mincha-gebed. Wat zij hier moet zijn. Dat allemaal enerzijds. En dan anderzijds het avondoffer. Dat wil zeggen. Het ma'arif. Dat wil zeggen het. Uh, Te rawit, Het avondgebed. En een dergelijke uh, vergelijking. Dat noemen we een hekesh. Een hekesh is gewoon een vergelijking. Uh, Hakshif. Uh, is vergelijk, uh, Hakish is uh, vergelijken. Dus een hackers is een vergelijking. Eigenschappen van het ene, die eh, ook eigenschappen van het andere zijn, die leiden ertoe dat ook in andere opzichten de twee zaken vergelijkbaar zijn. Dus je hebt A en je hebt B, die hebben één eigenschap gemeenschappelijk, maar dan zou het best kunnen dat eigenschappen die alleen maar van A genoemd worden, ook toekomen aan B. Dat is de kracht van die vergelijking. lijkt erg op die analogie-redenering, maar het is niet hetzelfde. De analogieredenering zegt als A staat tot B en B staat tot C, dan A staat tot C. Dat is een analogieredenering. En hier is het: A heeft eigenschap B en C heeft eigenschap B, dus hebben A en C nog meer gemeenschappelijke eigenschappen. Dus dat is het verschil. De Gezerachaf zegt: A lijkt op B en B lijkt op C, dus A lijkt ook op C. Dat is een analogie. Hier hebben we A heeft eigenschap B en C heeft eigenschap B. Dus A en C hebben nog meer eigenschappen gemeenschappelijk. Dat is een groot verschil. Hier dus, in dit vers, het gebed van Mincha, waar je Zahir bij moet zijn, dat lijkt op Ketoret. Maar dan geldt het ook voor het avondgebed, wat hier meteen achter staat. Uh, gaan we verder hier in de tekst. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Rabbi Nachman, uh, de zoon van Yitzchak, zei, uh, dat is een Rav, af de dat geldt dus ook voor het ochtendgebed, maar Hashem Boker Tishmakoli, uh, de Heere heeft in de ochtend mijn stem gehoord, Boker erat wa atzaper, uh, uh, in de ochtend heeft hij mijn stem gehoord, en in de ochtend heb ik voor hem uh, 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 opgericht of in orde gemaakt, be'atzapè, en ik zal naar voren kijken. Wat is hier nou aan de hand? Dat is een ander soort van vergelijking, en dat is simpelweg dat net zoals bij het gebed van uh, Eliyahu, twee keer aneni, aneni gezegd wordt, dat we hier ook twee keer het woord boker hebben. En als er twee keer boker staat, dan heeft dat toch tot effect dat we het als dezelfde uh, intensiteit, dat we dezelfde intensiteit eraan toeschrijven. Wa ma rabbi gelbo, ma ravhuna, ne, dat De enorme samcho, over Bachamisha Iedereen die geniet van de maaltijd van de bruidegom en niet uh, vreugde heeft gebracht. Die is een overtreding ten opzichte van vijf kolot, van vijf stemmen. Je col maar, kol sasson, we kol simcha, kol gatan, we kol kala, omrim Hodu et adonai sevarot. We lezen maar even de vertaling. Rabbi Gelbo zei dat Rabbi Guna zei, anyone who benefits from the feast of a groom, the sehudat gatan, but does not cause him to rejoice, uh, violence the five voices mentioned in this vers, as het is stated de voice of joy and the voice of gladness de voice of the groom and the voice of the bride en de voice of those who say odel kitov uh, give thanks to the lord of hosts Odo et hashem tsevel for the lord is good uh, kia hashem tov uh, en zijn barbarte duurt voor altijd nou, et cetera, die tekst dus van Jeremia 33 dat zijn vijf stemmen in de context van een bruid en bruidegom. En dat zijn ook de vijf stemmen die genoemd worden, of dat correspondeert met de vijf stemmen die genoemd worden in de context van de openbaring op Sinaï. Dus we hebben vijf stemmen voor eh, bruid en bruidegom in Jeremia 33. En we hebben vijf stemmen in eh, het geven van de Torah, de Matan Torah. Nou, en. De dag van uh, uh, het huwelijk. Uh, ja, maar zegt dus. Uh, dat maakt duidelijk dat we het hier te maken hebben met een vergelijking uh, in het hooglied. Want als in het hooglied over de uh, trouwdag wordt gesproken, dan bedoelen we niks anders dan de openbaring op We De Imusang Garo. En als hij dan. De bruid en bruidegom vreugde geeft, wat is dan zijn beloning? Hier niet Agra, Aramees, maar Secharo, Hebraeus. Amarab Yoshua ben Levi, wat is dan de beloning, zegt Rabbi Yoshua, zoon van Levi? Zogher la Torah. la tora, moet ik zeggen. Dat hij waardig is om Torah te ontvangen. Shen niet na, Begamisha Kolot, die ook gegeven is met vijf stemmen. Dus als je die vijf stemmen tot stand brengt bij een huwelijksfeest, die stemmen van die, van die bruid, de stem van lofzeggingen, de stem, et cetera, de vijf die we net gehad hebben, dan krijg je Torah. Waarom? Omdat Torah ook vijf stemmen heeft. Dus daar is ook zo'n vergelijking. Dat is een zwakke hekesh, maar min, het is een hekesh. Het is, zoals Abraham Sejak zegt, dit is een Drosje. Het is een homiletische toepassing. Dit is niet een nauwkeurige exegese. Maar een drosje hoort er ook bij. maar kolot, Dat is een citaat uit Exodus 19. En het gebeurde op de zesde dag toen de ochtend aanbrak. Zie, er waren stemmen en donderslagen en. Anand, kaveet en een dichte wolk kwam over de berg, en de, de stem, het geluid dus van de shofar, was te horen enzovoort. Wa je hier kol shofar, we komen er, Wa Elohim, je of Ekol. Dus in dit geheel wordt duidelijk dat die stemmen allemaal te maken hebben met het geven van de Torah, Ehm. Trouwens, die shofar uh, heeft één geluid. Um, God antwoordt met één geluid. Dus we moeten die telling gaan maken van die stemmen. Kolot is meervoud, dat zijn er dus twee. Wrakin, uh, uh, de donder, is er dus ook eentje, dus drie. De kol shofar is vier. Um, Wajihi kol ha shofar is dus die vierde, ja, Kol, dat is vijf, dan hebben we samen vijf stemmen. De meervat Kolot geeft tenminste twee aan en de stem van de shofar die twee keer genoemd wordt, is er natuurlijk maar eentje. De passage gaat voort en toen de stem van de shofar luider en luider werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. Dus een totaal van vijf stemmen bij de openbaring op sinaai. Ini is dat wel zo. De We hakatieven, dit is wat geschreven staat. En dit is weer wat geschreven staat. We kol ha Amroï, met haar kolot, en de hele natie zag de stemmen. Dan heb je dus weer een meervak van kol. Dan heb je dus nummer 6 en nummer 7. Er zijn dus meer dan vijf van die stemmen aanwezig bij de openbaring van de Torah op de Sinaï. En dan is het antwoord. Otan kolot die stemmen, de koden hajo, havo. Deze stemmen, die zijn van voor het geven van de Torah, en dus die worden wel op die plaats genoemd, maar die uh, zijn wat tijd betreft juist uh, eerder uh, te plaatsen. Dan uh, de beloningen, rabbanaviu, rabbanavahu, amar. K'ilu uh, Hikrif tota. Rabbi Awaou Amar k'ilu Hikrif Toda. Als we, dat is de context, als we nog bezig zijn met de beloning voor het feliciteren van bruid en bruidegom en het complimenteren van beiden. In ieder geval Mursam Goh, eh, vreugde geven aan de Gatan. Dat is alsof iemand Hikrif gebracht heeft tota. toda. Dat is een dankoffer. Sheneimar meviim tot daar bet Hashem. Want uh, er staat in het vers van Jeremia: um, zij die een dank brengen aan uh, de Heeren. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, dus uh, Rav Nachman, de zoon van Yitzchak, die zei: Kielu me hat mechurvot Jeruzalem. Het is alsof hij een van de ruïnes van Jeruzalem heeft herbouwd. Op die manier wordt Jeruzalem weer herbouwd. Als die vreugde er is uh, bij een bruiloft, dan wordt daarmee de komst van de Messias versneld en de herbouw van Jeruzalem mogelijk gemaakt. Uh, ik, wil, ik zal de, de ballingschap van het land herstellen zoals het in het begin was. Ik zal letterlijk ik zal terugkeren. Uh, ik zal doen omkeren, beter gezegd, key archief, ik zal doen omkeren. De Shevoud ha'ares, de ballingschap van het land. En dat zal zijn zoals in het begin. En daarmee wordt hier uh, dat uh, verheugen verbonden. Nou, daar zullen we voorlopig nog even uh, stop, stoppen. Nog één uh, uitspraak. De Amarabichel yes de Elk mens waarin de vrezen des Heeren is, zijn woorden zullen worden gehoord. Dan neem ik aan dat dat betekent door God zelf, maar sof de Nishma het ha Elohim Zoals Prediker 12, vers 13 zegt Vrees God en uh, houd zijn geboden. Het einde van de zaak is. Dat allen gehoord hebben, vrees God, uh, houdt zijn geboden, want dat is alles wat de mens moet weten. En de Gemara die legt dus uit het einde van de zaak die allen gehoord hebben, dat uh, verwijst naar degene die zijn geboden houdt, want dit is alles van de mens. Dus er wordt door mensen naar die man geluisterd uh, als hij de geboden houdt. Dank voor het luisteren, graag tot de volgende keer.